Welkom bij de Makkelijke Maaltijdshow. Ik deelde natuurlijk vorige week al een hele makkelijke curry met jullie. En vandaag is wederom een hele makkelijke maaltijd voor een doordeweekse dag. Zo klaar, weinig moeite, maar wel heel erg lekker. En je krijgt er lekker veel groenten mee naar binnen. We maken namelijk Philly cheesesteak paprika's. Een Philly cheesesteak is eigenlijk een hele bekende sandwich uit Amerika. Philadelphia komt er geloof ik ook echt vandaan. Vaak met steak, champignons, paprika, ui en kaas. En dat is precies wat we vandaag gaan doen, maar dan net even op een iets andere manier. Waar we mee moeten beginnen is het grillen van de paprika's. Want als je die met alle ingrediënten en al in de oven zou stoppen, heb je hele harde paprika's en overrijpe groenten. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus we gaan die paprika's een beetje voorgaren. En ik doe dat in de oven. Je zou ze zelfs nog kunnen koken, maar paprika's koken vind ik zelf een beetje, doe je zeg maar niet. Dus ik stop ze gewoon net even ietsjes eerder alvast in de oven. Ik heb 4 paprika's gehalveerd. En daar heb ik het kroontje uitgehaald samen met alle pitjes. Want die wil je niet meer hebben. Die paprikaatjes die leg ik met de binnenkant naar boven. Daar sprenkel ik wat goedkope olijfolie overheen. Dat hoeft helemaal geen dure te zijn, want daar merk je helemaal niks meer van. En dan stop ik die paprika's alvast een half uurtje, 25 minuten is misschien ook al wel goed, in de voorverwarmde oven. Die oven is voorverwarmd op 180 graden hete lucht. 25 minuutjes dus, dan zijn ze al een stukje zachter. Dan gaan wij ondertussen verder met het maken van de vulling. Nog 5 minuten voordat onze paprika's de oven uitgaan. Dus we gaan even verder met het maken van de vulling. De Philly cheesesteak vulling. Daarvoor hebben we nodig knoflook. Een uitje in halve ringen. Champignonnetjes en natuurlijk steak. Ik heb gewoon een biefstuk gepakt. Ik heb hier een koekenpan op de kookplaat. Beetje olie daarin aan het verwarmen. Wat we eigenlijk willen doen is dat die vulling bijna helemaal gaar is. Zometeen gaan die paprika's nog wel even 5 minuten terug in de oven. Maar dat is puur en alleen om de kaas te laten smelten. Zorg ervoor dat de olie goed warm is en doe dan de champignons vast in de pan. Normaal gesproken begin je eigenlijk met de ui en de knoflook. Maar ik wil nu echt niet dat die ui al helemaal doorbakken is. Dus vandaar dat ik eerst eventjes die champignons ga doen. En daar voeg ik zometeen de knoflook en de ui wel aan toe hoor. Maar ik wil eerst even zorgen dat dit een beetje gaat slinken. Pak die champignons zodat ze een beetje bruin beginnen te kleuren. Ze hoeven echt nog niet helemaal gaar te zijn, ook niet helemaal zacht. Maar je wil wel dat ze alvast even een lekker kleurtje hebben. En als je dan ziet dat die champignons zoals hier bruin beginnen te kleuren, dan doe je de ui en de knoflook erbij. Ik heb normaal een witte ui, gewoon een normale ui in halve ringen gesneden en een teentje knoflook geperst. Normaal gesproken gaat er op een Philly cheesesteak geen knoflook, maar ik leef voor knoflook. Dus ik doe dat eigenlijk in vrijwel alle warme gerechten. En dat bak je natuurlijk mee eigenlijk totdat je ui glazig begint te zien. En nu wel totdat de champignons helemaal gaar zijn. Als je dat bakken op hoog vuur doet, net zoals ik, moet je wel goed blijven omscheppen. Anders ga je uien verbranden en dat wil je natuurlijk niet. Maar als je dat dus op hoog vuur doet, dan zul je zien dat die ui en die champignons echt in no time helemaal gaar zijn. Als we dan bijna zover zijn, de knoflook, de ui en de champignons even een poosje hebben gebakken, ik denk een minuut of 3-4, dan mag de biefstuk erbij. Die heb ik in reepjes gesneden. En wat we nu gaan doen is eigenlijk die biefstuk heel kort, echt maar een minuut, maximaal 2, op hoog vuur meebakken. Dan is die echt nog niet gaar. Het is ook niet de bedoeling dat die steak door en door gaar wordt gebakken. Dus vandaar, ik wil dat hij nu even een mooi kleurtje krijgt. En dat de oven zo meteen nog een klein tikkeltje gaarheid bijbrengt aan het vlees, maar zeker niet te veel. Dus schep het om. Het vlees hoeft echt niet dichtgeschroeid te zijn. En dan zet je het vuur helemaal laag even. Voegen we er wat peper en zout aan toe. Nou, even goed omscheppen natuurlijk, zodat peper en zout ook gemengd zijn. En dan halen we de pan ook gelijk van het vuur, want de paprika's zijn klaar. Dus dan gaan we ze vullen. Oké, de paprikaatjes komen er oven uit. Die zijn al mooi zacht, maar nog niet helemaal. Ze gaan zo meteen natuurlijk nog een keertje 5 minuten terug in de oven. Wat ik ga doen, ik haal ze even van de bakplaat af en dan kieper ik ze even om. Zodat het vocht uit de paprika's loopt. En dan leg ik ze in een ovenschaal. Ik vind een ovenschaal, dat is net even ietsjes makkelijker vullen. En daar voorkom je ook mee dat de paprika's helemaal om gaan vallen op de bakplaat. Ik moet best uit sommige paprika's behoorlijk wat vocht zetten. Dus hou ze even goed op de kop, zodat je zometeen niet van die zijknatte paprikaatjes krijgt. Dat zou zonde zijn natuurlijk. Hopsa. Ziet er nu al lekker kleurrijk uit. Oh, hier zit nog wel wat in. Zo.
Dan nemen we die Philly cheesesteak vulling. Dus dat is die biefstuk, die champignons, die ui en die knoflook. En ik doe dit gewoon eventjes met mijn tang. Ik vul iedere paprika met vulling. Dat is het doel van vulling. Probeer een beetje dat vlees goed te verdelen, zodat je niet in één paprikaatje alleen maar champignon hebt of alleen maar vlees. En dat die vulling mag best wel een beetje over de paprika's heen vallen hoor. Het hoeft van mij allemaal niet zo netjes, dat weten jullie inmiddels wel. Mag er allemaal wel een beetje rustiek uitzien. Zo, ziet er nu al lekker uit, maar de finishing touch moet nog komen. En dat is de kaas. Ik gebruik Emmentaler. Voor Philly cheesesteak gebruik je normaal gesproken provolone. Provolone, geen idee hoe je dat precies uitspreekt. Gruyère of Emmentaler is een prima vervanger. Normaal gesproken, wauw, die kaasschaaf is gewoon zo nieuw dat er nog een plakkertje op zit. Hopsa. Normaal gesproken rasp ik altijd kaas als ik het over een ovenschotel doe of over iets anders. Maar nu wil ik dat de kaas echt wel goed te proeven is. Dus schaaf ik er plakken van. En die laat ik gewoon een beetje lukraak over die paprika's heen vallen. Ziet er namelijk een stuk gezelliger uit dan dat je dat echt helemaal keurig netjes doet. Maar zorg er wel voor dat ieder paprikaatje ongeveer 2 dikke plakken kaas heeft. Zo, schuiven we de ovenschaal nog heel eventjes de oven in. Ongeveer 5 minuten, zodat die kaas mooi kan smelten en dan is het klaar en gaan we proeven. 5 minuten zijn alweer voorbij, in mijn tijd in ieder geval. En de paprika's zijn klaar. Ze zien er zo lekker uit. Je ziet echt nog een beetje aan de buitenkant van het vlees dat het vlees net niet helemaal gaar is. En dat is natuurlijk perfect voor biefstuk, want anders wordt hij taai. Maar de kaas is goed gesmolten, is super draderig. Dus ik ga ze even op mijn bord scheppen, fotograferen. En dan ben ik zo bij je terug om ze te proeven. Goed, ik ben al gek op steak, op champignons, op kaas, op ui en knoflook. Dus dit is eigenlijk al een winnaar. En het feit dat die paprika er dan bij zit, dat is mooi meegenomen. Want dan heb je wat meer groente-inname. Dus het kan bijna niet anders dan dat ik dit heel erg lekker vind. Maar ik ga natuurlijk wel even voor jullie proeven. Dus ik heb hier de minst mooie paprika van allemaal. Ik zorg even dat ik een hapje heb van alles. Dus champignon, ui... Steak, oh, de steak is echt nog heel mooi rosé. Dus dat is fijn. Smakelijk. Heerlijk. Emmentaler is best wel een heftige kaas. Maar wel heel erg lekker en past echt perfect bij dit gerecht. De steak is inderdaad nog heerlijk rosé. Dus lekker mals en zacht. Totaal niet taai. Die paprika die past er goed bij. Is fijn voor je groenteinname. Champignons. Echt heel erg lekker. Als je dol bent op Philly cheesesteak, maar net even ietsjes gezonder wil zijn, dan zijn deze gevulde paprika's echt perfect. En ook wederom weer zo klaar, dus perfect voor een doordeweekse dag. Dat was de makkelijke maaltijdshow voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je nog vragen hebben over aan de hand van dit recept, dan hoor ik ze natuurlijk heel graag hier beneden. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Oh, en by the way, mocht je verzoekjes hebben voor gerechten of iets dergelijks, let me know, want dan ga ik er graag mee aan de slag.